wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van On The Go. Anderhalf jaar geleden was de laatste aflevering. Ik heb er 7 gemaakt, niet heel erg veel, maar het is wel de best bekeken serie op mijn kanaal. Ook de leukste om te maken, vind ik zelf. Maar kost heel veel tijd met mijn fulltime werk, is het me gewoon steeds niet gelukt. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest testen. Deze aflevering is niet helemaal 100% waar On The Go om draait. Heel even kort, On The Go is een serie waarin ik On The Go producten testen. Dus dingen die je bij tankstations kunt krijgen. Maar ook dingen die je in de supermarkt koopt en On The Go kunt opeten. Dat is dit niet helemaal. Ik ga namelijk de Good To Go boxen testen. En dat zijn magic boxen die je kunt bestellen via de app The Good To Go. En daarmee ga je voedselverspilling tegen. Voor ik deze aflevering begon had ik 1 keer eerder bij de plaatselijke bakker bij mij in Muiden dit gedaan. Verder nog nooit. En ik vond het onwijs leuk om te doen. Ik was de hele tijd onderweg om al die boxen te scoren. Ik test ook het meeste onderweg in de auto. Dus ik dacht, dit kan ik gewoon als on-the-go video gaan doen. En ik hoop dat jullie het super leuk vinden. Ik ben al bezig met een volgende Too Good To Go aflevering. Omdat ik zo enthousiast ben. Dus doe vast je duimpje omhoog als je het leuk vindt. En als je die ook wil zien. Maar eerst deze 6. In de thumbnail kan je zien waar ik allemaal geweest ben. Daar zie je de logo's. Ik vind het echt super, super initiatief en heel erg leuk om aan te schaffen ook. Heel veel plezier met kijken en dan zie ik jullie aan het einde weer. A surprise for you, for all you do. Oké, ik ga deze nu ophalen. Ik ben benieuwd. Nou, dit is leuk. Ik heb er heel veel zin in om dit te gaan testen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. Mijn eerste van deze video. Ik ben bij de Laplace geweest. Ik had echt letterlijk geen idee wat ik kon verwachten. Ik vind Laplace heel chill. Ik had net eens even zo gespiekt. En ik zag een hele lekkere salade. En verder heb ik geen idee. Dit ziet er zo chill uit. Een hele salade met orzo. Ertjes. Een dressing. Vette. Nou, dat ziet er echt ontzettend lekker uit. Het is natuurlijk wel echt iets wat je waarschijnlijk echt wel vanavond meteen moet opeten. Dan heb ik hier nog een zakje. Ik hoop dat het veel echt hartig eten is, maar ik denk het niet. Oh, een broodje. Heel random, maar gewoon een broodje. Dan heb ik dit. Koffiebroodje. Maar echt, het ziet er super lekker uit. En dan hebben we nog een... Oh, is dit een broodje roomkaas? Dat is echt mijn lievelings. Het welbekende broodje roomkaas van Laplace. Directe consumptie staat er ook op. Wat zit hierin? Een kaasbroodje. Dan ben ik ook echt meteen super nieuwsgierig hoe een andere box zal zijn van de Laplace. De volgende keer bijvoorbeeld. Want doen ze altijd bijvoorbeeld 1 zo'n avondeetgerecht erin. Dan weet ik niet. En verder zoet of zit daar een structuur in of doen ze maar wat. En nu met corona is er natuurlijk denk ik ook minder op voorraad. Misschien ook meer over. Maar weet ik niet of het nu door corona anders is. Snap je? Want misschien maken ze minder omdat er minder mensen komen. Of maken ze evenveel en er is juist veel over. I don't know. Ik ben vooral heel erg blij met die salade. En de rest is niet echt avondeten, maar het kan wel. Ja, voor 5 euro is dit natuurlijk wel super chill. En omdat ik nu bij mijn vriend ben is het extra handig. Want nou ja, hij vindt zo'n kaasbroodje bijvoorbeeld heel lekker. Mij doet dat niet zoveel, maar hij zal er wel blij mee zijn. Dus ja. Ik vind dit voor 5 euro hartstikke prima. Goedgekeurd. En ik heb meteen super veel zin om de volgende Too Good To Go te gaan doen. Ik zal zo nog even laten weten wat ik ervan vond. En dan zie ik jullie zo. Nou, toch 2 kommetjes vol. Ik heb alleen nog wat sojabandjes bijgedaan die we nog in de koelkast hadden. En we hadden haring. En dan hebben we allebei zo'n broodje. Nou, dat is echt hartstikke prima. Dit ziet er super lekker uit. En dit is hartstikke prima nog voor morgen. Ik ga even een hapje van deze salade proeven. Die is super lekker. Kijken of die nog vers smaakt. Van deze proef je wel dat die nu een tijdje ligt, maar het is gewoon van vandaag. Dus ik zou hier zeker nog een keer een box halen. Ja. A surprise for you, for all you do. Nou, we zitten weer in de auto. Ik ga nu rijden, een kwartiertje rijden, 13 minuten. Een hele rare hebben we vandaag, maar ik dacht ik ga het ook gewoon doen. Ik ga namelijk naar de Berkelse Braam. En zij verkopen bramen. Ze hebben daar letterlijk alleen maar bramen voor zover ik weet. En ze verkopen dan een box voor 10 euro, dus nog best wel prijzig. Waarde 30 euro. Met klasse 2 bramen. Nou, ik zou natuurlijk normaal nooit bramen kopen voor 10 euro. Dus in die zin is het best een grote uitgave. Maar ik was heel benieuwd wat je krijgt. Ik dacht ook een grappig om te testen. Misschien krijg je echt superveel bramen. I don't know. Ik kan ze invriezen. Ik kan er jam van maken. Ik ben gewoon nieuwsgierig. En ik dacht, ga ik die ook gewoon testen. Dit is hem. Er zijn ook nog superveel boxen van beschikbaar. En ja, we gaan er naartoe.
Het is best wel veel. Ik weet niet. Het is... Volgens mij verkopen ze dus ook gewoon aan de Albert Heijn en zo. Het is gewoon een mega Brahma-teler. Ja, nu zou je denken, wat doe je met al deze Brahma? Geen idee, maar ze zien er eerder... Zien sommigen er nog niet rijp uit dan te rijp, eigenlijk. Wel heel grappig. Kijk, er zitten sommige van zulke tussen. Die zijn volgens mij nog niet helemaal rijp. Die worden misschien ook niet meer rijp. Je hebt inderdaad van die mega's ertussen. Nou, verder zien ze er echt prachtig uit. Mijn vader is gek op Brahma. Die zou hier blij mee zijn. Hier heb ik er eentje waar een soort van sap op zit. Dat lijkt niet echt een geplette Brahma. Ik weet niet wat het allemaal is. Maar ze zien er echt best wel heel erg goed uit. En ik vond het ook heel erg leuk om dat hier te zien. Je rijdt gewoon 2 minuten lang langs allemaal kassen. En ja, wat tof. Hij zei, of heb je er? Ik zo 1. Hij zegt, oh, je mag er nog een hele doos halen voor 5 euro. Nou ja, als ik het kon gebruiken, had ik het gedaan. Want dat is natuurlijk wel echt een goede deal. Want hij had er nog best wel veel staan. En deze mogen ze denk ik gewoon niet aan de Albert Heijn verkopen of zo. Terwijl, nou, ze zien er hartstikke goed uit. Nog even een close-upje van de Brahma. Ziet er goed uit, toch? Zijn jullie trouwens gek op Brahma? Ik ben niet heel erg dol op Brahma. Maar ik vind ze wel lekker. Maar mijn vader bijvoorbeeld vindt het echt geweldig. Nou, wel leuk. Ik ga een bakje geven aan mijn vriend. Ik heb een bakje aan de ouders van mijn vriend. Mijn ouders, aan mijn oma. Nou, dat zijn al 5 bakjes. Dus ik vind het eigenlijk wel erg leuk. Zo kan je mensen er echt wel blij mee maken. Echt heel leuk om ook op zo'n manier op zo'n andere plek te komen. Het is echt allemaal een soort boerderijomgeving hier. I like it. Of we dat raam hebben? Oké, ik ga een raam proeven. Ik ga voor een best wel mooie. Ik ben benieuwd. Volgens mij is het super zuur. Ik hoop niet dat er beestjes in zitten of zo, toch? Mmm, wel heel zoet. Nu ga ik dan een kleine proeven. Oh, die is veel zuurder. Ook lekker. Volgens mij zijn bramen heel gezond. En dan ga ik nu nog zo'n kleine dikke proeven met van die hele dikke bobbels. Mmm, die was echt het allerlekkers. Die was heel zacht en zoet. Wow, bizar. Het verschil in smaak is niet normaal. Mmm, wow. Zo hé. Brahma zijn echt rare dingen. Die laatste hele rijpe squishy-achtige was net Brahma jam. Alsof er vol, alsof hij vol met suiker zit. Nou, ik vond het echt super leuk om dit te doen. Je redt sowieso al die Brahma tenminste. Je koopt een doos wat anders weggegooid wordt, denk ik. Ik hoop dat ze er nog iets mee doen, jam maken of zo, maar ik weet het niet. En het is gewoon heel leuk om te proeven. Je kunt anderen er blij mee maken, lekker een bakje. Dus deze vind ik ook echt goed. Op naar de volgende. Oh ja, ik wil nog zeggen... Ik heb nog nooit zulke lekkere Brahma geproefd die ik in de supermarkt koop. Ze zijn altijd zuur. En het grootste deel van wat ik nu heb geproefd is super lekker zoet. A surprise for you, for all you do. Het is 6:30 en ik ga nu een box ophalen van de Hoogvliet. Dus van de supermarkt. Ophalen tussen 6:30 en hij was 5 euro. Met een waarde van 15 euro. Oké, okay, je krijgt echt heel veel voor het bedrag. Want deze zak was 5 euro. En heb ik nog even brood gehaald en 2 keer kaas. En dat was gewoon 7,30 euro. Dus in verhouding, ik liep ook in de winkel. En ineens is alles dan best wel duur. Want zo'n Too Good To Go box is eigenlijk zo goedkoop. Ik heb een beetje gespiekt wat erin zat. Ziet kalkoen er altijd al een beetje verkleurd uit? Ja, toch? Nou ja, het is al wel apart tot vandaag. Kalkoenblokjes. Er zit wel heel veel in wat ik niet zelf zou kopen. Ik had eigenlijk verwacht dat je heel veel gewoon vlees, groente, brood, dat soort dingen zou krijgen, fruit. Volgens mij krijg je dat bij bijvoorbeeld Lidl of zo wel, maar hier dus niet. Je krijgt hier dus een hele lasagne. En er lagen nog veel meer van dit soort gerechten ook in de schappen. Complete maaltijden die gewoon maar tot vandaag houdbaar zijn. Kijk, lasagne met runder gehakt. Die kost normaal al 5,95. Er zit allemaal groente in en dingen. Je ziet wel dat hier een beetje dat het water er zo uitkomt. Maar ja, het is houdbaar tot vandaag. Dit zijn dus van die dingen. Het is gewoon denk ik handig als je een gezin hebt met veel mensen. Dit zijn 2 pecannotenkoekjes. Heel lekker, maar dat zou ik ook zelf niet kopen. Maar ja, wel lekker. Ja, daarom doe ik dit als ik nu bij mijn vriend ben. Want hij eet wel dit soort dingen. Maar het moet allemaal vandaag op. Dus het is voor 2 personen een beetje te veel. 2 frikandelbroodjes met saus. Je hebt dat super lekker. Maar dat moet ook vandaag op. Ja, dan moet je natuurlijk niet het gaan weggooien. Dan moet je het wel opeten. Maar hij vindt het ook niet zo erg om het een dag later nog te eten. Want we hebben ook nog appeltaart gekregen. Die is ook goed tot vandaag natuurlijk. Dan hebben we ook nog een salade. Met een tzatziki en een rauwkost. Deze. Nou, ik vind het voor 5 euro wel heel veel. En als laatste een
is ook worteltjes. Nou, dan kunnen we een salade maken met de worteltjes. Ik zal zo nog even laten weten of alles nog goed smaakt en zo. Toen was dit het. Nou kijk, dit is leuk. De salade was echt super vers trouwens. Wat erbij zat heb ik gewoon hier in een los bakje gedaan. Dat ziet er ook nog goed uit. En dan heb ik nog een komkommer die we nog hadden. Wat olijven die ook morgen op moesten. Wortel en dus die worteltjes die we erbij hebben gekregen. Lekker bij elkaar gegooid. Dan hebben we gewoon een prima sla. Hier ben ik dan de kalkoen aan het bakken voor door de salade. Alleen ik vond het toen ik het uit de verpakking haalde best wel zuur ruiken. En nu nog steeds. Dus ja, mijn vriend gaat het gewoon even proeven. Ik vind dat een beetje eng. Ja, het kan natuurlijk dat het op de dag zelf gewoon niet meer goed is. Dat kan. Goed? Ja? Jij zit geen saus nog op. Is hij niet zuur? Oké. Okay. Ja, nee, het is gewoon wat sweet chili saus bijgegooid. Sesamzaadjes. Kijk eens, met het broodje van de Laplace van gisteren. Daar heb ik wat kruidboter op gedaan en een vlak oude kaas. En daar maak ik heerlijke broodjes van. Ik vind het dus echt helemaal leuk om gewoon te koken met wat je krijgt. Ik bedoel, je zit altijd maar te denken, wat moet ik koken? Nou, hoe leuk. Je krijgt een tas vol en je maakt er gewoon wat van. Je kijkt nog wat je in huis hebt. Ik vind het echt top. Nou, lekker. Oké, de lasagne test. Ziet er lekker uit. Normaal is dit al duurder dan de hele box, hè? Lekker. Ik vind hem goed. A surprise for you. For all you do. Woehoe. Ik ga naar de Starbucks. Ik ga er nu meteen heen. Ik kan het over een half uur ophalen. Het is een kwartier rijden. Ja, ik vind het te leuk om de Starbucks te testen. Dus daar maak ik wel even een ritje voor. Vroeger had ik het niet aangedurfd om midden op de Overtoom iets te gaan halen. Super druk hier. Maar ik kan best wel goed inparkeren tegenwoordig. Dus ik heb een super klein plekje. Daar zit de Starbucks. Dus ik ga het even halen. Oké, ik heb hem hoor. Je moet dus alleen, je kan niet te vroeg komen. Want je kan pas swipen op het moment dat de ophaaltijd begint. Dus ik moest 12 minuten wachten. I got it. Ik vind het wel heel leuk, want ze hadden nog super veel over. Toen dacht ik, zou ik vragen van mag ik iets kiezen? Want ik weet dat ze soms ook zeggen van, oh kies maar, we hebben zoveel. Maar ik wou me natuurlijk gewoon laten verrassen door wat zij kiezen. Volgens mij is het niet zoveel. Het was voor 12 euro. Ik zie een beetje een teleurstelling, want Starbucks heeft natuurlijk echt super lekkere taartjes en zo. En wat erin zit is allemaal wat je ook gewoon bij de bakker hebt. Ik weet niet, misschien stel ik me aan hoor, maar nou ja, een chocoladebroodje. Maar die taartjes kunnen ze misschien nog een dag bewaren. Een chocoladedonut. Dat is dan wel gebakje, maar niet heel bijzonder. Nog een soort mega broodje. En nog een koffiebroodje. Dat is het. Het is wel natuurlijk gewoon chill. Alleen dat zijn dingen die ik niet bij de Starbucks zou halen. Ze hebben ook van die kant-en-klare broodjes die je erin kan krijgen. Misschien een taartje. Want dit heb je ook allemaal bij de bakker. Dus ik ben best teleurgesteld in deze. En misschien stel ik me aan. Ik weet niet wat jullie vinden. Maar ja. Er is niks waarvan ik denk, Starbucks, hiervoor zou ik naar de Starbucks gaan. Nee, hiervoor zou ik niet naar de Starbucks gaan. Dus, ja. Deze is natuurlijk wel gewoon heel lekker. Het bijzondere van Starbucks vind ik hier niet in terugkomen. En als ik zag wat er allemaal stond, al die lekkere taarten, al die broodjes, al die sappen, alles stond er nog. Dus, maar ja, misschien krijg je dus alleen maar dit soort dingen. Het is het wel waard qua geld, maar niet qua inhoud. Ik vind het niet boeiend. Nee, ik vind te weinig variatie. Dus dat is de conclusie. En ik vind sowieso als er in de beschrijving allerlei opsommingen staan, dat er dan wel minstens 3 of zo daarvan in moeten zitten. En dit is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik vind het allemaal dezelfde categorie. Dus, maar laat zeker weten wat jij ervan vindt, want ik ben best wel kritisch. Dus ik ben benieuwd. En heb jij een ervaring bij de Starbucks met Too Good To Go? Laat het ook eventjes weten. A surprise for you, for all you do. Volgende adresje. Nou, ik ga nu richting huis, maar ik heb een lege koelkast. Dus ik dacht, hey. Deen in Eiburg. En daar heb ik een box voor 5 euro. Ik ben heel benieuwd, ook omdat ik gisteren natuurlijk ook een supermarktbox heb besteld. Wat hier dan in zit. Dus die ga ik nu ophalen. Oh my god, deze is echt weer zo anders wat ik net eventjes zag. Maar wat ik niet begrijp, gaan ze er bij Too Good To Go heel erg vanuit dat mensen gewoon langer ermee doen dan de datum ofzo. Want dit is allemaal houdbaar tot vandaag. Hoe kan je dit hele pak vla opkrijgen? Vla vanillesmaak. Pikante kip curry salade. Persik vanillekwark. Hé, hey, wat is dit voor lekker? Oh, pork. Ik eet geen varken. Ja, I know. Voor deze video eet ik het gewoon, hè. Want ik ga geen eten weggooien. Dus ik eet vanavond gewoon een varkenspie. Maar oké. Okay. Los van deze video zal ik dus dit waarschijnlijk niet meer doen als ik alleen ben. Maar ja, ik wil gewoon een leuke video voor jullie maken. Oh, hier zie ik iets heel lekkers. Een salade met heel toevallig bramen. Ik heb echt 100 bramen hier liggen. Hoe toevallig is dat? Ook houdbaar tot vandaag. Kijk, dit vind ik nou echt super chill. Maar ja, dat is allemaal persoonlijke smaken. Heerlijk. Hele gezonde. Hier ben ik super blij mee. Nou ja, dit met zo'n pie is echt een super goed. Oh my god, nog meer. Ja, het is wel top hoor wat erin zit. Kijk dan.
Vegan. Zo. Tagliatella al funghi. Houdbaar tot vandaag. Sowieso, die was nu maar 62. Hoe goedkoop is dat? Oh. Hier heb ik nog een pak eierkoek. Zo. Ik vind dit wel gewoon top hoor. Ik vind het gewoon heel interessant wat je krijgt. Wat ik zeg, als ik alleen ben zou ik dit niet vaker doen. Want ik eet niet alles. En hoe moet ik in hemelsnaam een ene dag een bak vla opeten? Ik eet niet eens vla, maar goed. Ik vind het top. Ik vind het leuk. En dit is toch weer echt een mega zak voor 5 euro. Ik vind het een hele goede uitkomst. Tot nu toe ben ik denk ik het minst tevreden over Starbucks. Serieus, dat vond ik een beetje een teleurstelling. Wat vinden jullie? Laat even weten wat jullie vinden. Ik ben zo benieuwd wat jullie mening is en wat jullie eigen ervaring is. En klets gezellig mee. Ik ga nog even kijken of ik deze week nog iets kan vinden. Want het is best lastig hoor, om iets te vinden wat je... Je moet het of heel goed plannen of het moet net op de route wel nu op te halen zijn. Dus ik kijk nog eventjes. Oké, en doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt tot nu toe. Dat vind ik helemaal leuk. Ik hou sowieso heel erg van praten met vreemde mensen. Er liep hier een Marokkaanse man. En ik dacht, oh, hij gaat waarschijnlijk geen varkensvlees vinden. Dus ik sprak hem aan. Ik zeg, meneer, ik heb net een hele tas gehad met eten. Het moet vandaag op en ik krijg het niet in mijn eentje op. Wilt u wat? Ik vroeg het eerst aan een ander. Hij zei, nee, mevrouw heeft net gekookt. En deze man zei, ja. Ik zei, wil je een pie met varken erin? Zei hij, nee, ik eet geen varken. Ik zei, oh, ik ook niet, jammer. En de rest, hij heeft de vla, de kwark, de eierkoeken en de eiersalade heeft hij mee naar huis genomen. Nou, dan moet ik nog even iemand zoeken die de pie wil hebben. Nou, ik vind dat dus helemaal leuk. Ik had hem eigenlijk ook nog even wat Starbucks broodjes moeten geven. Maar ja, dat is niet verpakt. Dus misschien vinden mensen dat niet zo prettig. Oké, superleuk. En ook mijn hartige taart heb ik weggegeven. Volgens mij was het een brugwachter of zo. Hij fietste langs. Zeg, meneer, wilt u deze hartige taart? Want ik eet het niet. En hij moet vandaag op. Yo hoor, is goed. Nou, hij is klaar. Ik moest gaatjes prikken. Dat ging niet helemaal goed. Maar hoe leuk dat dit trouwens roomsaus is die vegan is. Plantaardige kookroom met linzen. Leuk. Nou, eventjes de taste test. Er zitten super veel champignons in, by the way. Of is het? Champignons, oesterzwammen? Heel veel. Heel simpel. Het smaakt echt een beetje naar paddenstoelenbouillon. Ja, super. Ik denk dat iedereen die champignons lust, dit gewoon lust. Als je dit in je box krijgt, ben je blij hoor. Ik heb hiervan gesmuld. Niet normaal. Het was super lekker. Ik had er een beetje zout op gedaan. Ik vond het veel lekkerder nog dan die eerste hap. Niet normaal. Dus die Laplace vond ik echt heel chill. Die lasagne van gisteren was prima. Maar die Laplace en deze, zeg maar die orzo salade en deze pasta. Chill hoor. Ik vind het echt zo leuk om deze video ook op te nemen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Want dan ja, ga ik dit echt vaker doen. Echt super leuk dat iemand anders voor je bepaalt wat je gaat eten. En ik hoorde net dat je volgens mij ook kan aangeven als je geen vlees eet. Dus dan moet ik even uitzoeken in die app. Want dan, ik weet niet of je dan, ik eet natuurlijk niet geen vlees. Maar ik wil geen varkensvlees en geen rundvlees het liefste. Maar ik heb ook altijd weer iets van, ja, ik ben geen vegetariër, absoluut niet. En als ik dan een lasagne kan redden waar rundvlees in zit, eet ik hem liever wel op dan dat hij wordt weggegooid. Maar goed, ja, tot dusver. Ik vind het echt super leuk om dit te doen. En ik eet nog even een lekker braampje. A surprise for you, for all you do. Ik doe ook nog zo'n magic box. Ja, ik maak een video. Oké, onverwacht is er nog een deel toegevoegd aan deze video. Want mijn vader zegt net dat er magic box te halen is bij de HEMA tussen nu en nog 2 uur. En die wil ik al super graag testen en die is de hele tijd uitverkocht. Dus ik ben nu snel aan het betalen, 5 euro. Ik ben heel benieuwd wat erin zit, dus die ga ik zo ophalen. Hoe ben je dan? Bestel jij er ook in? Ik weet niet wat erin zit. Laatst, weet je wat ik laatst zag bij iemand in een video? Dat iemand 45 zakjes mayonaise kreeg, omdat ze dus niet meer een restaurant open mogen doen. Moesten ze van al die mayonaise af. Nou, is dat even grappig? Kijk naast welke auto ik sta. Wow. Nou, we nemen even een kijkje in de tas van mijn ouders. Brood. Ik film het even hier, want ik ga zo door. Nog een brood. Oh, kipfilet. Kalkoenfilet. Lekker. Verpakt op 7 mei. Dat is heel vers nog. Verpakt op 7 mei. Wow. Er zit echt een hele taart in. Chips. En hier ben ik heel benieuwd naar. Tam 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 tam. Oh, je lievelings. Dit is de lievelingstaart van papa. Jeetje, wat een mazzel. Jongens, dit is niet normaal. Ik heb van hem nog een brood meegekregen, want ik ga morgen naar de camping. Oké, wat zit er in mijn box? Deze chips. 50% korting. Wat is de datum? 7-5. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat chips vandaag op moet. Maar neem ik ook lekker mee naar de camping. Ik heb nog een boerenvolkoren half. Verpakt op 7,5. Dat is vandaag. Dat is echt helemaal prima. Deze is ook vandaag verpakt. Een mega groot brood. Nou,
Mijn vriend legt altijd brood in zijn vriezer. Van mijn vader heb ik ricando, want die neem ik ook mee naar de camping. En dan heb ik zelf ontbijtspek. Ook vandaag verpakt. Nou, volgens mij kan je dat dan nog hartstikke lang bewaren, maar dat weet ik niet. En geelworst. Het ziet er allemaal super uit, serieus. En dan nog een Ik vind je lief, die gebroken is. Ook heel erg schattig. En dan de taart. Oh, dit voelt als een appelkruimelfly of zo, want hij is niet normaal zwaar. Ik ben zo nieuwsgierig. Deze mensen waren ook super aardig hier in Baarn en heel vrolijk. En ze vonden het helemaal leuk om zo'n hele grote volle tas mee te geven. Nou, dat vind ik sowieso super leuk. Wat hebben we gekregen? Ja! Goed geraden. Nou, dit eerlijk. Als je dit morgen mee naar de camping neemt, is iedereen blij hoor. Dat kan je toch nog wel eten morgen? Helemaal leuk. Als ik niet naar de camping ging, dan dacht ik, wat moet ik hier allemaal mee? Maar verder is dit toch super allemaal. Helemaal top. Ja? Ik ben hier heel enthousiast over. Super, 5 euro. En je krijgt echt ontzettend veel. Dus top. De taart wordt dus gegeten en hij smaakt nog helemaal goed. Dus hij is goedgekeurd. Nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Doe zeker je duimpje omhoog als je het leuk vond. En ook als je zin hebt in de volgende aflevering waarin ik weer 6 Too Good To Go boxen ga testen. Ook wil ik graag verpakte wraps gaan testen van bijvoorbeeld tankstations en supermarkten. Wat echt on the go is. Maar laat het alsjeblieft weten als je een goed en leuk idee hebt voor wat ik nog meer kan gaan testen voor deze serie. Want ik heb weer helemaal zin om dingen voor jullie te gaan testen. Ik vond het super leuk om dit weer te doen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Klets lekker mee in de reacties over wat jouw ervaring is met Too Good To Go. Of wat je dan ook kwijt wil. En voor mijn vaste kijkers, tot bij een vlog of op Instagram. En voor de rest, misschien tot bij een volgende on the go. Oké, doei!